Ja, mensen van Schepdaal, allemaal welkom op de jaarmarkt. Wij verwelkomen iedereen en ik ga nu even het woord aan Erik geven voor het aantal ingeschreven dieren. Erik, het woord is aan u. Ja, Jan, inderdaad. En je hebt gelijk, het gaat hier over de jaarmarkt van Schepdaal, de 97e ondertussen. Ik denk dat we daarmee toch wel veruit de oudste van de streek zijn, zeker, hè? Ik denk het ook. Ja, ja. En, allee, en zonder twijfel een van de leukste van de streek. Absoluut. En je ziet het ook aan de inschrijvingen, Jan. Bij de trekpaarden dit jaar 38 inschrijvingen. Bij de rijpaarden zie ik hier 33. De ponies 15, de Shetlanders 37 en de runderen 42 inschrijvingen. En ik denk, samen met het goede weer, gaat dat hier volgens mij een fantastische dag worden, hè, Jan. Ja, dank u, Erik. Dat denk ik ook. En ik wens iedereen nog een prettige dag. En voor degene die het interesseert, wij hebben ook nog een tent op het Marktplein waar vanaf 2 uur alle verschillende activiteiten te doen zijn. Ik dank jullie allemaal voor jullie komst. Dag. Dag, Willy Segers, de burgemeester van Dilbeek, de hoofdgemeente. Vandaag Schepdaal, groot feest weer, jaarmarkt. Altijd een jaarmarkt, dan stellen we vast, dan komt iedereen buiten. Dan komen er soms mensen die vroeger in de gemeente woonden, maar ondertussen verhuisd zijn, die komen er speciaal naartoe. Het zijn altijd leuke attracties, kortom, het is voor jong en oud altijd een dag vol feest, ook met nevenactiviteiten. Het is iets wat we in Dilbeek toch wel bijzonder appreciëren, want iedereen weet dat onze gemeente toch wel stilaan ook wat verstedelijkingsdruk kent. Het zijn dit soort activiteiten die nu precies dat echte karakter van onze gemeenten en deelgemeenten toch nog altijd benadrukt. Als gemeente ondersteunen we dat met veel plezier, maar we rekenen ook op heel wat vrijwilligers. En ook vandaag ook weer heel wat vrijwilligers hebben hun beste beentje voorgezet. Juryleden, organisatie van allerlei evenementen, nevenevenementen. Het zijn dat soort dingen die wij toch wel serieus benadrukken en waar we fier op zijn dat het ook in Schepdaal gebeurt. Welkom op de jaarmarkt in Schepdaal. Wij komen vandaag deelnemen met onze pony, Jefke, en mijn dochter Cézanne. Wij hebben over 2018 ook deelgenomen in Gijzegem in de jaarmarkt met haar zus Marilou. En nu gaat Cézanne deelnemen met Jefke.
Frans Wuitak, dierenarts van opleiding. En als hobby heb ik ook een wit-blauw fokkerij gehad. Ik ben hier dus als jurylid voor het wit-blauw, dus niet in functie van diergeneeskunde, maar om de kwaliteit van de dieren te beoordelen. Bij het wit-blauw wordt vooral gelet op de bevleestheid, dus, en ook op de gangen. De bevleestheid omvat dus de voorhand, de breedte van de schouders, de rug moet recht zijn, de schouders zo breed mogelijk. In de achterhand wordt gelet op de staartimplanting, de dikte van de huid en ook de onderbil. Hoe meer onderbil, hoe meer waardevol vlees de dieren hebben. Dan letten we in de tweede plaats ook op de gangen, zodat de dieren goed vlot stappen. Want het zijn tenslotte fokdieren en het heeft geen zin van zeer dikke dieren te kweken die niet in staat zijn om op de weide zich te verplaatsen, om zich te voeden of om voor de dekking en de kweek. Dat zijn zo de belangrijkste dingen waar wij op letten. Goedemiddag iedereen. Ik ben Patrick Mostings, sinds een drietal jaar voorzitter van Schepdaal Leeft, de VZW. En een vijftiental jaar geleden hebben wij de jaarmarkt overgenomen die toen op sterven na dood was. En we hebben het concept zodanig uitgebreid dat wij in plaats van één dag jaarmarkt nu naar 3 dagen Schepdaalfeest gegaan zijn. Dus wij hebben naast de veeprijskampen en de jaarmarktstanden hebben wij nu ook een rommelmarkt in het leven geroepen. En daarom dat wij naar 3 dagen zijn moeten gaan, want op 1 dag was dat moeilijk te realiseren. Nu is het zo, het belang van de jaarmarkt voor ons hier in Schepdaal, voor mij persoonlijk blijft het een jaarmarkt nog altijd een sociaal gebeuren. Dus wij vinden dat dat zou moeten blijven bestaan. En wij doen daar alles aan om dat nog een aantal jaren te bewerkstelligen in feite. Want het is zo, dus we hebben vandaag hier de 97e jaarmarkt gevierd. En binnen 3 jaar zitten wij aan de 100. En dat is feitelijk het hoofddoel van de mensen die zich nu geëngageerd hebben. Om daar binnen 3 jaar een topspektakel te maken in Schepdaal. Dus voor ons, wij maken daar een prioriteit van om dat te laten bestaan in Schepdaal sowieso. Dus zolang dat wij daartoe de financiële middelen krijgen van de gemeente, van onze sponsors en van de mensen van de plaatselijke bevolking, gaan wij door sowieso. Dus bij deze zou ik een oproep willen lanceren ook naar volgend jaar toe. Dus onze organisatie Schepdaal Leeft of Schepdaal Feest of de Jaarmarkt, hoe dat je het ook mogen noemen, zal volgend jaar doorgaan op 13, 14 en 15 september 2024. En ik zou een warme oproep willen lanceren naar iedereen van: zet die een datum vast in jullie agenda en we zien elkaar zeker en vast volgend jaar terug. Dank u wel.